schrik me eigen. Ja, nou ik schrik mijn eigen. Tja. Ja! Goeie vis. Mooie vis. Centimeter 75, zit goed in het vet. Moet zeggen, moet die hand er eens even inzien. Ja, oh, lekker man. Ik heb hier nog nooit een snoek gevangen. Ja! Welkom gasten van Roofmeister. We zijn er weer. Stijn staat achter me. En ja, we gaan eens eventjes een prachtige sessie in de polder proberen op te nemen. Een aantal snoeken proberen te vangen. Ja, ja. Ze zeiden dat het min 2 gevoelstemperatuur zou worden vandaag. Nou, daar merken we heel weinig van. Ja, dat valt best wel mee. Ja. Dus we gaan even gauw naar het eerste stekje en dan... Ja. Nou Stijn, vorige video sloopte jij nogal je hengel. Maar ik zie dat je het geregeld hebt. Ja, ja, mocht je video niet gezien hebben, ik breek mijn hengel. Maar gelukkig via kennis heb ik een nieuw topdeel kunnen regelen voor mijn hengel. Ik ben heel blij mee, heel fijn hengeltje, lekker setje trouwens. En met een trainingsje erop, maar nee, ik heb gelukkig een nieuw topdeeltje kunnen fixen. Dus we gaan hem aan de tand voelen. Ah! Zo. Schrik me eigen toe. Ja, die nou ineens vandaan? Schrik me eigen. Ik ben 3 keer overheen gegaan. Tim, catch him. Oh, dat is nu niet bezig. Kooi, hè? Gewoon gooien. Ja, het is jouw vis, kijk. Ja, boeien. Gooi er overheen. Zo groot is hij niet. Hij dacht bij die 80, bij die 80 ook. Tja. Ja! Goeie vis. Mooie vis. Ja, lekker. Die butsen er even heerlijk op, maat. Super, maat. Nou, mag ik het even zien aan de kijkers? Niet mijn vis, ja. Maar dat hebben jullie wel gezien. Mooie vis. Lekker man. Het is echt wintergewicht, hoor. Ja, lekker man. Kijk hoe ver die er ook aan in zat. Even voor jullie te show was die. Ja, die is lekker opgebutst. Die heeft hem echt willen hebben. Daar hebben we hem. Yes. Kijk eens aan. Die is los. Mannen, prachtige vis. Tim miste net helaas een vis. En, we lopen een slootje verder naar links. En, ik krijg een hele mooie buts erop. En ja, dat loont in echt een hele mooie vis. Centimeter 75, zit goed in het vet. Moet zeggen, moet die hand er eens even inzien. Ja, oh, lekker man. Dus man. We gaan even snel een fotootje maken voor op de social media's. Dikke poldermuiter. Lekker. Lekker. En gefeliciteerd hè, met je eerste vis van dit jaar. Ja, het mocht tijd worden, godverdorie. Niet heel veel tijd meer gehad. Examens gehad van school, daar gaan natuurlijk voor. Het is een beetje stijl kantje, maar ik denk dat het zo aardig moet lukken. Ja. Druk met school, druk met vriendinnen ook hè? Ook dat nog. Oh. Hij is binnen jongen. Koek. Edbert. Hey. Nou jongens. Mooie vis. Gevangen zoals ik al zei op een aasje van Fox Rates. Super slickshed. Giants slickshed ofzo. Mooi aanbeet. Doe hem op deze manier vastzetten, zonder wartel of zo. En ik heb gewoon 80 LB fluorocarbon. En die bevestig ik met een FG-knot op mijn hoofdlijn. Dus kan ik hem met top in draaien, vind ik makkelijk vissen. Mocht ik nou hier wat schade hebben bijvoorbeeld. Hier zo door een snoek, altijd van navoelen. Knip ik het er gewoon vanaf en knoop ik hem hier verder weer op. En dan kan je gewoon lekker doorvissen. Dus we gaan het proberen. De camera. Yo, hang hem. Ik ga er op de camera in de plassen. Kijk nou dan toch. Hij is iets kleiner, maar hij hangt weer. Lekker man. De camera die viel uit zijn zak, zeg je camera en klebam. Ja, hij is ook wel echt heel vies deze camera nu. Maar... Nou jongens, mooi visje weer. Hij bloedt een klein beetje, dus hij mag snel terug. Centimeter of 55 of zo. Dus ja, zoiets. We zijn er blij mee. Lekker. Ik word er even... En een natte schoen. Ik word er even uitgevist. Ik
kijk, dat is nou het ideale van die screw-in-heads. Chad dus de neus helemaal kapot. Ik denk een 15-tal vis opgevangen. Dus ik heb hem er even afgedraaid. Weer een nieuwe Chad erbij. Ik steek hem in zijn sneut. En draait hem er rustig op. Kijk, en anders moet je gaan lopen tobben met haken en opnieuw riggen. Met koude handen is gewoon een kwestie van je draait hem erop. Hoppakee. En je bevestigt de haken weer en je kan hem vissen. Neem ons mee in je verhaal. Ja. Ik heb hier aan het begin aan de vis gelopen, of in ieder geval gemist. We hebben een tijdje mijn rust gelaten. Dus nu is het even kijken of hij klaar is om nog een keer toe te happen. Hij heeft geen haken gevoeld. Zou toch nageweldig mooi zijn. Vis nou met een soft swimbait. Makkelijk. Kun je veel actie zelf nog extra meegeven door te versnellen en af te laten zakken. We hebben er een heel mooi zonnetje bij. Hij was niet thuis, Tim. Dat was hij niet. Maar ja, zoals ik net al verteld heb. Ik vis vandaag vooral met een soft swimbait. Dit is een dingetje van Savage Gear, Line Through Roach. Zijn er nou trouwens ook in nieuwe kleuren verkrijgbaar. Daar heb ik er ook een van mee. En met deze kan je eigenlijk heel makkelijk, door alleen te draaien, heeft hij al een mooie actie. Maar door hem iets te versnellen zal hij een beetje uitflanken. En door dat uitflanken, dat wil nog wel eens zijn dat dat triggerpunt van de snoek is. En zo heb je toch wel meer kans om een vis te vangen. Zoals Stijn ook heb zien doen met die Fox Rage Slickshot. Die deed hem ook elke keer net wat versnellen en je ziet het. Stijn heeft inmiddels al 2 vissen. Nou, Timmy, voor de volgende stack? Absoluut. Gaan we doen. Ik heb geen idee, dat mag jij zeggen. Oké. Okay, ja. Oh. We gaan ten eerste een beetje helder water opzoeken, denk ik. Niet het goede. En want hier was het ook nog redelijk te doen. Zo is het denk ik niet. Ja, zeker. Misschien ook nog even een paar hoekjes van dorpslootjes meenemen is altijd goed. Ja, weteringetjes. Een warm water of zo. Ja. Een tussenstukje van de lingen. Dat is ook altijd een leuk stekje. Ja, mooi stekje. Jij hebt een mooi vis gevangen. Hoe groot was die? 90, 94 of zo? Ja, 90 plus er was ja. Dat. 96 dacht ik dat die was. Ja. Dat is moddervet ook. Dus, mooie lingenvis. Nou, we gaan kijken of dat we het een tanden kunnen hakken bij. We staan hier bij een appelmoesfabriek. En die loost hun water hier in een soort van wetering. Ja, waardoor je iets warmer water hebt. En we hebben in het verleden al wel mooie vis gevangen. Jij hebt toen een dikke meter gemist hier. Ja, dat was echt een hele dikke vis. Ja, dat was echt bijna toelaat, zeg maar. Bij toevoer. Dat was echt een mooie vis. Dus kijken wat Tim hier dezelfde vis kan vangen. Nou Tim, bekend stekje. Absoluut, voor mij een heel bekend stekje. Er zijn heel veel verschillende vissen te vangen. Groot tot klein, maar meestal is hier wel actie te krijgen. Dus we gaan nou ook weer even bekijken, aangezien Stijn wel vis vangt en ik helemaal niks. Dus ik ben voor nu even de cameraman, we gaan even een mooi live aan een beetje voor Tim filmen. Gaan we even proberen. Ik zit even te kijken, normaal, dan ligt er heel altijd één klein snoekje onder. Die, als je dan één stap zet, dan schiet hij weg. Dat is altijd wel leuk om hem even te zien. Vangen kan je hem niet, want er is hij nog te klein voor. Maar... Jongens, Tim heeft vis. Als jij mijn hengel vasthoudt? Takvis! Een beste boy. Even tegen die hengel, dan dat kan als goed is wel. Nee, de beste boy. Ander stekje weer. Ik heb even een spinnenbeetje aangehangen. Het water is even troebelig. Iets veller, iets meer turbulentie misschien maken. We will see. Yo! Ah, draf! Zonde! Nou, het kan ook iets vals gehaakt zijn, maar... Nou boys, het was een vals gehaakt iets. Ik denk een brasem. Was vals gehaakt. Ja! Mooie! It's in, boy. Ja, drill hem even rustig uit, joh. Yo. Lekker. De Super Slick Chat, die doet het lekker vandaag. Even kijken. Als hij los wil, hij houdt hem een beetje vast. Kijk, daar heb je hem. Dat is toch gewoon weer een prima visje. Zo'n beetje beschadigd overal. Ja. Aan de onderkant helemaal. De vin is er half af.
Maar voor de rest, hij klapte er lekker op. We hebben een leuke sport aan gehad. Prima visje. Ja, dan gaan we lekker terugzetten. Ik heb het nou lukt zonder een natte schoen te krijgen. Dat kan ik ook niet zeggen. 4 oktober. Hallo Timmy. Nee, je zat er niet lekker, je zat er niet. Vol stekje. Ho. Swipe up for Q Music. Nou, lekker. Ja, volgend stekje, maar er staat heel veel zon. Dus we denken dat dat nadelig is. Maar deze stek liggen eigenlijk altijd alle brasems van de polder. Dus ja, daar gaat de snoek al bij liggen. Dus we gaan het even zien. Ja, zo is de cirkel weer rond, Tim. Zelfs dit loopt voor me weg. Godsamme. Nou, boys en girls, Tim en Vis. Hij is hartstikke dood. En ik haal hem daar ergens halve weken van de bodem af. Fuck, ouwe. Gewoon echt. Maar hij is gegrepen door een snoek, denk ik, of zo. Van nou, hij is echt, nee, maar kijk maar. Die is echt gegrepen. Want ja. Hij is. Deze kuit komt eruit. Ik ga het niet aanraken, maar nee. Hij is aan deze kant helemaal open getrokken. De wonden zie je erop zitten. Hij heeft van de boom geschraapt, of niet? Ja. Ergens halverwege. Ik denk, oh, daar hangen we aan. Maar... Ik heb hier nog nooit een snoek gevangen. Ja! Ja! Ja, ik smeer het! Hij het best erop, jochie! Nou, nu is mijn eerste snoekie gevangen. Hey! Boys en girls, ik zeg net in de kamer, ik heb hier nog nooit een vis gevangen. En daar meldt zowaar de eerste vis. Ik ga hem even netjes proberen te ontwaken. Nou, mooi dat je in ieder geval nou hier een vis gevangen hebt. Ja. Het is wederom geen monster, maar jongens, we vangen lekker vis. Ik bedoel, de aanbeten zijn gewoon echt fantastisch. Het is een goede haken dit, jongen. Kijk. Een beetje tegenlicht, ik zie niet echt heel goed wat ik film. Ja, dat is wel goed. Ja, jongens, wederom een prachtig visje. Centimeter of 60. Gaat gewoon puur om de aanbeten met stukjes visjes. Ik bedoel, gewoon fantastisch. Joh. Gaan we netjes releasen. Let's go. Voor de kant. Buts die erop. Dan mag wel lekker gaan. Buts, weg ermee. Damn, wat gebeurt. Oh, hij is niet eens zo groot. Ja, maar je hebt een snoek. Ik land nog, kom maar. Zo. Eerste vis voor jou van vandaag. Geweldig op, gast. Mooi, jongen, hij is gegund. Oh. Ja, de camera vast. Absoluut. Man, man, man. Eindelijk een visje. Ben ik hier blij mee, zeg. Dat is lobby. Oh. It's him, boy. Nou, laat eens even die combinatie zien waar ik mee gevest heb dan. 22 centimeter, kijk dit dan. Oh, hij bloedt. Even snel ontwaken. Yes. Nou, kijk eens aan. Ik heb ook mijn eerste snoek. Kleine, ja, gewoon een klein visje, wel lekker dik. Mooie aanbeet, echt van een ondiep kantje, waar Stijn hem eigenlijk net ook vandaan hebt. Wat je ziet, er zitten ook gewoon echt parasieten op de kop, dus die liggen gewoon daar. Die liggen gewoon duiken op de bodem, maar die gaan er gelijk afhalen natuurlijk. Zo. Als je dat even niet wil doen, vriend, dan zetten we je snel weer terug. Dat is een volle schoen. Oh, heerlijk. Gelukkig, mooi man. Mensen als vissen bloeden niet gelijk panikeren, dus ze kunnen dat prima hebben. Het water is ijskoud, dus stop meteen weer. Ze hebben toch nergens last van verder. Ik maar houden. Oh, eindelijk! Nou, zoals jullie zojuist gezien hebben, heb ik een vis gevangen. Mijn vingers liggen wel een beetje open van tijdens het schudden. Wat nou wel belangrijk is dat je het gewoon even ontsmet. Je weet natuurlijk niet waar dat die vissen allemaal doorheen zwemmen en wat er in die sloot zit. Ratten en andere dingen. Daar kan je namelijk nogal nare dingen van oplopen. Het brandt goed, zoiets. Ik heb de huizen zal ik je op moeten zoeken daarvoor. Dus zorg altijd dat je het goed ontsmet. Het zal nog even bloeden, het prikt een beetje, maar dan weet je in ieder geval zeker dat, goed is. Dat de plekjes gewoon goed schoon zijn. Is dat Mackie, Tim? Oh man, dat is toch goddelijk. Hey Stijn, skip die shit eens even onder die brug door. Dat gaan we doen. Zo, ik sta hier even te tikken tussen die planten. Hij is ook helemaal weg. Het enige wat ik doe is, ik sta hier te verticalen gewoon, man. Verticaal op snoek. Hele beste boy, ik ga met landen. Een hele beste boy. Die chat zit er ook helemaal in. Lekker, maat. Moet je kijken, het is gewoon echt een goede vis. Oh, hij hangt gewoon weer naast. En dat verticale dreungas. Hij is ook gewoon een grotere. Tim zijn vis. Oh, die shit, gast. Ik sta een rode verticale, wat een gek huis. Ja, hele mooie vis. Ga hem even gauw meten. Is altijd leuk.
Stoken watertjes, vissen vangen. Hij tikt 84 aan. Kijk eens aan. Dit is toch goud. Er staan hier stekjes waar we al best wel bekend zijn. En Stijn mist inderdaad een vis. Ik ren hier naartoe. Een beetje mee te kijken en ik sta hier eigenlijk uit de gein. Tussen de planten te tikken. Daar was hij denk ik ingeschoten, maar gewoon een prachtige vis. Maar kijk hoe mooi hij is. Heel licht is hij, hè? Krijg een dreun, jongen. Lekker poepen. Oh, ik krijg een aan, weet je, jongen. Ja, dat resulteert toch in echt een prachtige vis. Lekker. Man, man, man. Hij mag wel lekker terug. Een paar fotootjes maken. Ja. 84 was hij, zei jij? Jazeker. Hij gaat klappen. It's an acrobat. Altijd vasthouden. It's an acrobat. Oh! Helemaal vol. Is die vis terug? Mij ook al. Ja, nou, die vis is weg. Daar is mijn partij koud. Ah, lekker maatje, mooi vis. Wel jammer van je schoen. Stijt, lekker. Komt het eruit? Nee, het valt mee, maar Neem de wagens. Hartstikke idee. Huts. Heet die vogel goed? Sowieso. Oeh, lekker. Jongens, ik los hier net, of in ieder geval, ik mis een vis. Ik zeg, oh, dit is nog een best grote, heb ik het idee. En Stijn heeft hem. Ja! Wat een schatje, joh. Dat is. Oh, doe dat zo dus. Wat die boel die is weer. Ik kan misschien nog met de vinger onthaken. Ik zeg, ik krijg een aanbeet. Ik sla aan, niks. En twee worpjes later. Lekker man. Lekker man. Nou, doe maar. Er zitten een paar parasietjes op. Kijk. Nou, die kunnen er gelijk wel even af. Ze zijn net slangen, man. Gelijk naar beneden. Even kijken. Even zien. Fuck, allemaal af. Ja, dat is beter voor hem. Nou, mag die wel lekker terug. Dan maar weer zwemmen. Piep. Fuck. Yes, gasten verover meisje, dat was hem weer. We hebben vandaag een leuke sessie gehad. We hebben totaal 7 vissen. 7 vissen, 5 eraf of zo. Ja, ze hebben ook best wel wat visjes nog gemist of gelost. Tim een prachtige vis van 84, geloof ik. Ja, klopt. Ja. En ik had een aantal aantalletjes mogen vangen. Dus gewoon echt een leuke dag. Lekker gesnoept, meerdere aasjes geprobeerd. Vandaag toch wel met de shed gevangen, zeg maar. Ik heb een tijdje met een spinnenbeet gevist en met jerkbeetjes, maar dat wilden ze niet echt. Het was echt fel en met sheds, hè? Ja, het was ook. Als je mijn stekje aankwam waar je ze verwacht, dan lagen ze er ook meestal. Ja. Kon je heel water afvissen en dan ja, had helemaal niks van zin. Nou, we hopen dat jullie het in ieder geval leuk gevonden hebben. Volg Tim haar fishing even en mij als je dat wil. Stijn haar fishing en Roofmeister. En ja, zie je bij de volgende keer. Mensen. Later.